Hoi en superleuk dat je kijkt naar het Jeugdjournaal. We gaan het vandaag hebben over bijna 1000 kerstkaarten voor de ouderen in de gemeente Losser. Knutsel het mooiste glazen potje. Workshop digitaal storytelling nieuwe verhalen. Bijna 1000 kerstkaarten voor de ouderen in de gemeente Losser. De afgelopen weken zijn de basisschoolkinderen in onze gemeente enorm hard en creatief aan het werk geweest om kerstkaarten te knutselen, tekenen, kleuren en deze te voorzien van warme kerstwensen. Er waren weer super gave creaties bij. Ze maakten deze kaarten om eenzame ouderen in onze gemeente een fijne kerst toe te wensen. Klein gebaar, groot bereik en met hopelijk wat glimlachen op de gezichten van de ontvangers. De kaarten werden overhandigd aan Stichting Fundament, Thuiszorg Maartje, Zorggroep Sint Maarten en Dagvoorziening de Dorpsbeek. De zorgverleners werden hier erg blij mee en konden deze week de kaarten bij hun cliënten afgeven. Organisator De Voedselbank dankt Kindcentrum Meesesnel, de Imehof, de Saller, de Wegwijzer, de Plegelmenschool, de Martinus, Pax Christi en het Kompas. Knutsel het mooiste glazen potje. Op vrijdag 22 december is te verlichten met winterwandeling in Losser. Bij deze editie is het mogelijk om zelf een glazen potje te versieren. Deze worden langs de route neergezet. Ga jij hem bewonderen? Het mooiste potje verdient natuurlijk een leuke prijs. Je kunt de potjes inleveren bij Krantcafé Smit in Losser tot 18 december. Vergeet niet je naam, nummer en of telefoon, e-mailadres, sorry, op het potje te schrijven. Workshop Digitaal Storytelling Nieuwe Verhalen. Kinderen van 8 tot en met 12 jaar gaan in de workshop Digitaal Storytelling op ontdekkingsreis in de wereld van interactieve kunst en leren alles over storytelling en digitale technieken. Ze creëren hun eigen verhaal door middel van zelfgetekende animaties en het tot leven komen van media-installatie Nieuwe Verhalen. Door met voorgeprogrammeerde blokjes over de glasplaat van de installatie te schuiven, ontstaat een bewegend schaduwspel dat geprojecteerd wordt op de muur. Je bekijkt eerst een deel van een verhaal en gaat vervolgens zelf aan de slag om het verhaal verder vorm te geven. Door het toevoegen van eigen gemaakte tekeningen, karakters en omgevingen maak je interactieve kunst en vertel je elkaar nieuwe verhalen. De workshop wordt gegeven op dinsdag 2 januari van 9:30 tot en met 11:00 in het Maaklab in Losser, Raadhuisplein 1. De deelname is gratis, maar wel even aanmelden via info@fundamentlosser.nl. Super bedankt voor het kijken naar het Jeugdjournaal. Wil jij nog graag iets zien in Jeugdtalk? Wil dan naar nieuwste-echte-losser.nl of DM via Instagram @amani.yari. Tot volgende week!